Yo gasten, natuurlijk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we krachtspel spelen samen met Substantial en Delano. Delano heeft ook een YouTube kanaal en dit zijn hun profielen. En Substantial staat nu ook eerst van Nederland, dus dat is zeker stabiel. Maar het is nu nog maar dag 1, het is nu Siege. Dus dat is niet zo heel erg bijzonder, maar laten we snel gaan naar het eerste potje. Oké, aangekomen bij het eerste potje speelt tegen een Shelly, een Penny en een 8-bit. Ik verwacht niet dat dit een hele moeilijke matchup zijn, want zeker een Shelly, dat is niet heel goed in Siege. En het is ook pas de eerste dag, dus we kunnen echt tegen miljoenen verschillende spelers komen. Dus het zullen niet de beste mensen zijn. Want als je bijvoorbeeld op 1000 speelt, dan kom je natuurlijk maar alleen maar bijna tegen de hoge mensen. En nu kan je gewoon tegen alle randoms die er zijn komen. Dus ik verwacht niet zo heel veel problemen. We killen hier ook met gemak. Ik mis trouwens die pool heel erg scheef van mij, maar ik had niet verwacht dat die Shelly haar best zou doen om de pool te ontwijken. Dus ik zal die Penny even wegduwen. Anders raken we in een probleem misschien. En ik moet ook een beetje oppassen achter die robot. Want anders wordt hij met de splash damage gehit. Maar ja, we pakken de win niet eens in één keer. Oké. Ja, dat kan gebeuren. Ik bewaar nu gewoon mijn pool. Pool ik de Penny, zijn we daar gelijk van af. De Shelly en de 8-bit zijn hier maar gewoon een beetje aan het niksen. Ze bereiken niet zo heel erg veel. En Penny weer dood. Oké, dat is mooi. Nou, dan heb ik gelijk mijn pool weer terug. Kan ik zo meteen weer iemand poelen. Die 8-bit hier bijvoorbeeld. Huppa. Iedereen wordt gepoeld. Ja, behalve die Shelly in het begin. Dat was jammer. Maar het moet niet echt een groot probleem zijn. We hebben nu een robot van level 9. Dus beter dat we wel gewoon meteen nu eventjes iedereen aanpakken. Ik hoop namelijk van wel. Maar ja, het is natuurlijk niet altijd zeker. Eens even kijken. Ja, dit is mooi. We hebben het gelijk gewonnen. En dit is eigenlijk hoe ik denk de rest van vandaag ook gaat. Ik ga nog dag 2 en 3 laten zien. Dus weet je. Ik zie jullie wel weer als we de potjes hebben gespeeld. Oké, nou we hebben het derde potje weer zonder al te veel problemen gewonnen. We zitten nu op 99 punten. Dat is het maximale wat je nu kan behalen op de eerste dag. En we staan gelijk nog wel lekker. We staan 6 van Nederland en Substantial staat eerst. Dus ik zie jullie weer morgen. Oké, nou het is ondertussen dag 2. Het is op dit moment premie. We gaan gewoon spelen met Amber, Sprout en Jackie. Want dat is gewoon echt een hele goede comp hier. En we komen tegen een Jesse, een Crow en een Brock. Ja, Jesse en Crow natuurlijk helemaal niet goed hier. En Brock eigenlijk ook niet de beste hier. Dus ik verwacht niet dat dit een grote uitdaging gaat worden. Die Crow is dood. We staan gelijk 3-0 voor, nu 5-0. En bijna 7-0 als Delano die killt. Ik moet hem killen. Het staat nu 8-2. Oké, Delano is gewoon dood gegaan. Dat is niet helemaal, natuurlijk niet helemaal het beste. Maar ja, het zal wel. Dit is niet heel erg te commenteren. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is gewoon 2 minuten lang op bots schieten met Sprout. En dat is dat is het. Kijk, hier die Brock. 2 schoten en hij is weg. Jesse ook. Hup, nog 1 schot en die is ook weer weg. Even kijken of die kan hitten. Ja, ze dodgen ook. Ze doen echt gewoon, ik bedoel, ze dodgen ook niet. Ze doen ook echt niet hun best om überhaupt te dodgen. Die Crow loopt gewoon in de Lano. Het is al 20-2. Ik ben nog geen 1 keer dood gegaan. Ik heb nu al 7 sterren. Dus dat is heel erg lekker. Die Jesse, ze lopen zo voorspelbaar. Het is gewoon, weet je, je kan een beetje je best doen om een beetje schoten te ontwijken en dicht bij de Sprout te komen. Nee, ze lopen gewoon in een rechte lijn. Deze gast zit er denk ik echt op de 5000 trofeeën of zo. Nou, dat misschien niet. Dus ze hebben wel een knokker maximaal level. Dat moet je natuurlijk hebben om krachtspel te spelen. Die Crow weer dood. Nou, helemaal prima. Eens even kijken. Substantial zet de Jesse in de fik. Helemaal mooi. Nog 20 seconden. En ik verwacht niet dat deze gasten iets heel erg speciaals gaan doen. Volgens mij geeft die Brock ook al op. Ja, die Jesse nog niet. Die denkt dat hij zo nog kan winnen. Eens even kijken. Ja, die is dood. Nu nog die Crow. Nou, die Crow zet nog even zijn gadget in op de Lano. Hij heeft ook nog de verkeerde gadget. En we hebben nu heel easy gewonnen. Ja, dus deze potjes zijn echt heel saai. Ik skip wel weer gewoon naar het einde. Als we de volgende 2 potjes ook hebben gedaan, even kijken hoe het is gegaan. En dan zie ik jullie dan weer. Oké, ondertussen hebben we met 42-20 gewonnen. Nou, we hebben weer alles met epische overwinning gewonnen. Dus we staan nu nog steeds gedeeld. Eerst van Nederland, dus nu 4e. Helemaal chill. En dan tot morgen. Dat is volgens mij knokbal. Dus tot morgen.
Oké, het is inmiddels dag 3. Het is nu knokbal. En ik ben weer nog steeds met Delano en Sub. Dus we gaan nu lekker knokbal spelen. Oké, we hebben gelijk een potje. Dat is natuurlijk wel mooi. Tegen een Delano 1 met een Spike. Oké. Ja, dit is niet per se de beste comp die we spelen. Vooral de Daryl is niet goed. Wij gebruiken gewoon de standaard tryhard comp van Amber, Jean en Spike natuurlijk. Gewoon de beste knokkers in het spel. En ik ga hier meteen dood. Hij is best wel slecht. Ja, oké, mooi. Die Daryl is dood. Amber is trouwens ook genurfd. Dus dat is op zich wel toppie, vind ik dan. Want Amber is gewoon veel te overpowered. Was nog veel te overpowered. Maar is het eigenlijk nog steeds? Ik denk nog steeds wel dat de beste knokker in het spel is. Daarom is Substantial ook nog steeds Amber. Ja, als Delano hem kan passen, dan kan Sub hem scoren. Ja, helemaal prima. We moeten gewoon even die snelle 2-0 games neerzetten. Want het moet wel 2-0 zijn voor de epische overwinning natuurlijk. Ik ben gewoon weer Jean. Ja, ik pull over deze turret. Dan zijn we daarvan af. Dus ook gelijk wat cover weg voor hun. Ja, er gebeurt niet zo heel veel. Dit is eigenlijk heel easy. Ik zal weer even een sub passen. Kill ik even die 8-bit. Dan zou ik gewoon deze Daryl poelen. En dan throw het sub die trickshot. Ja, dat is zonde. Misschien kan Delano hem scoren. Ik zal dit even doen. Ja, en dan throw ik daar mijn gadget. Ik had eigenlijk gedacht dat Delano wel zou denken dat ik zou gadgeten. Dus dat Delano gewoon de bal op doel schiet. Dan doe ik mijn gadget en dan kunnen hun scoren. Maar dat is blijkbaar niet het geval, helaas. Dat is jammer. Maar ja, het zij zo. Ik zal even die 8-bit volledig aanpakken daar. Nee. Ja, ik pull hem wel even. Zijn we daar weer van af. En nu is die 8-bit one-shot. En Sub heeft hem gekild. Oké. Nou, eens even kijken wat we nu gaan doen. Ik zal even deze Spike killen en dan... Ja, dit is kut. Dit is heel erg naar. Ja, oké. Die 8-bit gaat mij volledig hitten. Hopelijk kunnen we hem op tijd defenden. Het is zo... Die guy mist gelukkig een trickshot. Spoel ik de Spike, zijn we daarvan af. En nu is iedereen weer dood. De Substantial kan hem hopelijk er nu inlopen. Dit is al een lang potje. 2 minuten zijn we gewoon bezig geweest met deze apen. Ja, dat is wel wat minder. Maar ja, dat is allemaal wel. En dan gaan we nu weer gewoon naar het volgende potje. Oké, aangekomen bij het volgende potje. Ik ben eventjes geswitcht naar 8-bit. Omdat 8-bit eigenlijk best wel goed is. Maar we hadden eigenlijk meer een tank nodig. En dus ik zei tegen Delano, ik ga wel 8-bit. Ga jij maar lekker Jean. Want ik heb geen zin om Jean te spelen. Jean is wel leuk op zich. Alleen, ik vind hem niet zo heel leuk op open mappen. Ik vind hem meer leuk op close range mappen. Dan kan je veel meer doen met jouw super. Ik moet hier echt weg. Zo. Oké, dan moest ik mijn turret gebruiken om mezelf te saven. Maar dan ben ik alsnog dood, dat is helaas. Maar dit is niet anders. Ik heb mijn turret nu eigenlijk echt gewoon gewaste. Dat is, ja, dat is echt zonde, maar ik had niet gedacht dat hun hem zouden scoren. Delano moet even een pool doen op die Amber. Helemaal mooi, zijn we daar weer van af. Ja, die Poco moet niet een heel groot probleem zijn. Dus, hup, oh, ja, dat is niet zo mooi. Dan gebruikt hij meteen zijn star power, de Screeching Solo. Oké, ja, dan doe ik hier even een volledige... Hup. Oh. Ja, dat was niet de bedoeling om een trickshot te doen. Ik wou hem gewoon scoren. We gaan natuurlijk niet trollen. Oké, aangekomen bij het volgende bordje. Tegen een Brock, een Amber en een Spike. Oké, dit is wel een traard. Komt, dus we moeten nu wel even onze best gaan doen. Maar met 8-bit kan dat op zich wel. Ik moet even zo snel mogelijk mijn turret krijgen. Dan ben ik eigenlijk gewoon heel snel. Dan kan ik gewoon kaart domineren. Maar nu ben ik gewoon een easy target voor die Amber. Want ze kan me gewoon volledig lezen. Ik ben gelukkig op de helft van mijn turret. Dus gaan we eens even kijken. Ja, weet je, we zitten pas op 300 punten. Nog niet eens, 250 volgens mij. De kans dat tegen goede tegenstanders komen is niet zo heel groot. Maar het kan natuurlijk wel. Dus ik hoop niet dat dit goede tegenstanders zijn. Delano kan een mooi scoren. Dat is mooi. Moeten we nog 1 goal. En dan hebben we voor vandaag weer alle epic wins. Dan gaan we even kijken. Die Amber hier zo... Ja, ik heb weer net niet mijn turret. Nog 1 hitje. Ja, nu ben ik dood. Oké, dat is rip. Nee, shit, man. Dan gaat gelijk de epic win. Dus we kunnen vandaag niet meer gedeeld eerst van Nederland zijn. Dat gaat sowieso niet, omdat Substantial meer punten heeft in krachtspel. Maar het ziet er slecht uit, moet ik zeggen. Moet het wel voor goed uitspelen. Ik weet niet waarom
Waarom hun dan zo hard hun lane verliezen. Ik zal wel even switchen. Maar ik. Ja, ik ben zo heel goed tegen Spike. Ik laser hem echt gewoon. Maar ik kan nu nergens mijn turret goed neerzetten. Ik zal hem wel even hier zetten. Oké, ze gaan hem slopen. Nee. Oké, ja, dit is een beetje kloten. We moeten wel even goed, nu goed gaan uitkijken. De epic win hebben we al niet. Maar we moeten natuurlijk wel nog de echte win halen. En dan ga ik hier weer dood. Amber is zo broken, man. Dat is echt niet leuk. Ze moeten hem echt nerven. Ze hebben hem al genurfd, maar ze hebben alleen de super genurfd. En dat boeit niet zo heel veel, vind ik. Want een super heb je niet altijd. En je main attack heb je wel altijd. En je levens... Volgens mij hebben ze de levens trouwens ook genurfd. Volgens mij 200 of zo eraf. In ieder geval niet zo heel erg. Maar de main attack is wel echt het belangrijkste. Ik zal die gewoon hier neerzetten als shield. Want we kunnen er niks anders mee. Zodat ik wat sneller naar boven kan lopen in de map. Ja, nu ben ik gewoon echt heel hard de lul. Oké, mooi, mooi, mooi. Oei, daar overleef ik net aan. We kunnen gewoon hier een beetje campen tot overtime. Dat is op zich geen probleem. We hebben hem volledig nu gespawntrapped. Ze moeten niet die spawntrap nu throwen. Dus zoals hun doen. Ze overcommitten er veel te hard. Als Delano hem nog kan passen, dan zit hij gewoon. Oké, we hebben in ieder geval gewonnen. We missen helaas wel 3 punten. Dat is jammer, maar het is niet het einde van de wereld. We staan nu van Nederland 8e en Substantial 7e. En Delano, waar staat Delano? Maar ik zie hem niet. Ja, Delano heeft natuurlijk ook heel weinig trofeeën. Jullie zien hem waarschijnlijk wel. Oh, hij staat 13e. Oké, dat is prima. Ik was in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's